staatsoliedirecteur Rudolf Elias is dolblij met de vierde olievondst in blok 52. De ontdekking is gedaan door het Maleisische Petronas. Voor Suriname is deze ontdekking fantastisch, vertelt hij aan de communicatiedienst Suriname. Elias zegt dat het ongebruikelijk is dat er zo kort na elkaar vier olievondsten zijn gedaan. De andere drie vondsten zijn ontdekt in blok 58. Hij heeft het volle vertrouwen in de positieve ontwikkelingen in het Surinaams offshore gebied. Er zijn een aantal bedrijven bezig in het diepzeegebied van Suriname. Total en Apache zijn bezig boringen te verrichten in de Kiskissi-exploratieput. Volgens Elias zal het resultaat van die boringen mogelijk in januari of februari volgend jaar bekend zijn. Hij verwacht de resultaten van drie andere exploratieputten nog voor het eind van volgend jaar.